Ik hoop dat ik binnenkort tegen iemand anders zullen zijn. Want dat kan naar u staan, dat ben ik al lang. Jij doet raar. Het is precies alsof je iets voor mij vertelt. Verveelding. Ik hou me even te staan en jij kunt mij afgedragen. Ik was verstandig, ik bleef thuis. Dan moet je niet zeuren dat hij niet is.
Tegen Malverslins vast die kindje, hè? Zit er niet tegenop. Denk je ook maar eens aan al je wetenschappertjes die je nog op de wereld kunt zetten. Wat voel jij nou hier, Sabinia? Bij mij is het zo gaan, dus de vorm. Waar gaat uw vogelschip slapen? Oh, ik kan zelf.
Waar heeft die voorbeschik dat ik hier blijf? Waarom moet ik dan in de stal gaan slapen? Ik ben die oogkast. Oh, zeg, wie was het nou? Die hond van haar had uw gezelschapsventje. Oeh, vandaag kun je als het nog niet bent op slapen. Dat doen de banken altijd, ging die. En ging ze haar mee. Waar moet Fred nu slapen? Naast mij. Ik bedoel, de kamertje. Fred, dat voor mij in orde. Ik heb hier de leiding. Ik beslis hier in een uitkoop. Heb je dat begrepen? Ik heb ook al met mijn Fred in hoek gekeken, hè, mevrouw Amelia. Want uw eerste gast is een afgelopen. Morgen is als een oude schuur naar hier gekomen om volledig uit te gaan. Ja, maar haar ogen gaan wel achteruit. De laatste tijd, kindje. Ik ben benieuwd of haar Spaansvisje ook zo'n wiskleur is. Spaanse vis moet Fred niet hebben. Fred heeft veel liever Frit de Buster. Fred, al je spullen. Opdracht van uw vrouw Amelia. Fred is hier ook als. Mag Fred hier blijven staan? En kijkt Fred hier veel koeken, en kijkt Fred hier veel wijn, en nog van alles. Voilà. Wat moet ik eraan maken voor de taal? Een gestoofde Spaanse vis. Oh, dat zal wel lekker zijn. Maar ik denk dat ik eruit sta, weet je. Een beetje te wetenschappen is voor mij. En er zijn nog wat type boontjes. Je koopt wat eieren, en er is ook nog geen kaas. Fred wordt hier trasseren.
Fred wordt hier klaar. Ik wat koud op het vuur en begin aan het avondeten. Menu, zoals dat. Ja. Ik voel me helemaal thuis. Het is precies uitgestelde vakantie. Ja, en wil jij dan voor de vakantiestemming jezelf niet bij mij op de schoot? Hallo? Ja, draken. In de dorp hebben ze me veel verteld, maar dat slaat alles. Wat vertelt u in de dorp? We komen het wel doorgeven. Ja, ja. Hoogstaande dames, die vangen veel wind. Maar of die altijd uit de goede richting komt. Maar, zoals ik al zei, laten we het gezellig houden en een ander onderwerp aansnijden. En toch zal ik het gezellig vinden dat je bij het oude onderwerp blijft. Je hoeft niet te roddelen, maar eerlijk te slapen. Wel, volgens de dorpsgewaar. Zijn jullie gierig en mensenschuw? Ook dat plotse sterven van jullie omen, hoe heet hij ook weer? Jean! Oom Jean! Ja, ja. Maar dat is het geschonden. Grotten en lasten hebben mij als wetenschapper nooit geïnteresseerd. Maar die wilde verhalen over een verduisterde ijzeris. Die deed het mij de weg voor. Verduisterde ijzeris? Voor mij als wetenschapper tellen alleen maar feiten. Vatbaar voor analyse. Zo ben ik ook, Boris. Voor mij tellen ook alleen maar feiten. Ben jij getrouwd? De wetenschap heeft me helemaal op. Ik heb een hele leven lang verkeering gehad met de... wetenschap! U bent hier precies met schaduwaffecten. Die is me nog opgevallen, hè. Maar om op dat trouwen terug te komen, hè. Ik geloof niet dat ik iets wist. Neemt u om zo'n voorbeeld. Hij is te veel. Hij was verliefd op een beeldschoon meisje, maar zij trouwde met zijn broer Guido. Oom Jean heeft dat nooit kunnen verwerken en is een heel leven ongelukkig geweest. En ik ben weet waarover ik praat, hè, Boris. Want dat mooie meisje, dat was onze mama. En Guido, dat was onze papa. Oh, ja, verveelde professor, niet in familieaangelegenheden. En hoe vindt het met u? Ik vind het heel jullie verschappelijk leven nooit plaats geweest voor een vrouw. Veel zelfs! Ik heb vele vrouwen gekend! Allemaal korte, maar hoogopwaaiende relaties. Maar ik ja, maar dat moet het van jou ook geweldig zijn. Je mag verschillende feiten niet voor elkaar halen, beste familia. Als je dat doet in de fysica, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Er is namelijk een hemelsgroot verschil tussen roddel en feitenmateriaal. En ooit is er sprake van straf. Ik heb me nog nooit zo goed geamuseerd. Nee, lijkt het interessant. Maar ik weet niet wat de straf daarmee komt. Nou, en die dorpsgewaars. Die kunnen strafbaar zijn als bepaalde feiten die met herhaald kunnen worden. Mij lijkt dat op kwetsbare zones. Verveel ik je? Oh, helemaal niet, Boris. Ik heb me nog nooit zo goed geamuseerd, maar overdaad schaam. Wat ik vragen wilde, ben jij nog lang van plan om hier te blijven? Maar lieve kind, ik ben er nog verpast. Hij had het van mij afhangen. Tot aan de dood. Dan had ik nog oude tijd om op dat gelukkige huwelijk te komen. De charme en zachtheid van. Weliswaar een gevoelige aard. Romantisch, rijk. Maar zoals ik dat zei, veel te
Je kunt je ook voor het woord doen, niet waar? Maar wat geloof je? Die zachtheid, die warmte, die shine, die heb ik al de lijven ondervonden al, hè? Vroeg of laat ben ik verplicht om dat te beloven. Ik wil het wel vertrouwen worden. Wil je dat het bier doen? Ik moet hier nou echt thuis hebben. Gedoe. Heb met haar gedoe. Laat haar eerst aan alles weg. Alles een beetje verwerken. Ik mag haar hot maken. Hier gaat alles terug en tegen een vloed. Ik kan het toch zo mooi zeggen. Inderdaad, ze ligt voor het schrijven. En vergeet niet, Claudia is geen vlees. Ook erfgenaam van het vreemde kapitaal. In het dorp vertellen ze ook nog iets over verborgen schatten. Maar dat lijkt me toch een beetje gek bezocht, hè? Nog een reden om in Claudia te komen. Wel, uw schat, een van de vele geheimen die onwetend is. Ik ga nog een eentje wandelen. We wachten niet terug voor 8 uur, ja. Ik zoek namelijk een kruid dat alleen hier in de omgeving te vinden is. Het waarheidskruid. Ik vraag of Claudia met u meegaat. Nee, doe dat niet aan. Het moet groeien, weet je nog. Alles moet zijn tijd hebben. Een tijd van leven, een tijd van beminnen en een tijd van sterven. Benjat, waar is Benjat? Ik zal er even het gaan halen. Waar? Ik geef u een sleutel. Dan kun jij hier vrij in een... Ik val toch niet graag iemand lastig, ja. Meneer, waar is meneer Hans? Zal ik hem halen? Waar ik nog dan in de hal? John, met die wijven gaan we naar de volga. Maar ik moet oppassen met mezelf niet meer aan, hè. Wat weet je van hem? Ik bedoel, ook een wetenschapper? Volgens de juffrouw een kunstenaar. Oh, dat geloof ik, ja. Kindie, kun je mij een plezier doen? Ik wist direct dat het tussen ons zou klikken. Professor, het is natuurlijk een plezier wat jij met klikken bedoelt, hè? Maar verder, wat wil ik doen voor u? Zet de schat uit naar het dorp. Hij heeft van de juffrouw veel geld gekregen om inkomen te doen. Veel geld? Ja. Dat versta ik niet. Ze zijn alle drie nog hier van de verloving. Maar ja, zeg ook, wat is dat? Ken je wie komt door? Dat is de grootste klapijn van het dorp. Volgens mij komt Kommer er niet. Lig ik meer op mijn rug dan dat ik recht sta. Met de mannen natuurlijk. Maar met haar heb ik meer dan niet eens. Dat komt dan goed uit. Hier is het geld, Bart. Koop daar alles mee wat je wil. En laat Fred open denken, hè. Thank you.
En vergeet vooral het parfum niet. Het begint te spannen, trompet. Maar wat moet ik zeggen als die uitleg vraagt? De waarheid. Jij moet van die juffrouwen strevers inkopen, omdat ze veel geërfd hebben. Amelia wil alles volgens zichzelf houden. Kun je onrecht verdragen? Als ik aan meneer Schott nu denk, hè, die kende alleen uitbuiting, afzetting, geweld en vooral seks. Spijt ik dat we die ook geen les kunnen geven. Hè? Laat mij er nu voor zorgen dat Claudia niet het slachtoffer wordt van Amelia. Ik ben namelijk al zo goed als verloofd. Oh, hè. Want dat was hier allemaal verkloopt. Ja. Als je het toch verliezen dat juffrouw Amelia een minnaar heeft en dat juffrouw Claudia gaat trouwen, dan ben je juffrouw opwachter van het geld. Dan breekt de hel los. Maar zwijgen dat tegen juffrouw heeft het zorgende kwets en Claudia wordt het slachtoffer van de familie. Geraffineerde volgende verschrikkers gesproken. Kom die man. Zorg dat je maar de 8 uur terug bent. Hè. En neem aan de gescheiden. Oh, is me dat een eind. En zeggen dat we een goede trap hadden. Rechtstreeks naar boven. Maar om zal niet gekriegd wensen. Hier voort. De jas. En ik heb nog een warme sjaal. Ja, dat is goed. Want er steekt weer een storm op. Het wordt vroeg avond. Vertrouw maar niet. Ik ben aan. Ben jij gek? Kun jij die wachten dan volgen? Verslagen. Ja, die begin wel. Komt alles niet. Hier heb je geld. Maar kip ik dan niet mee, hè? Want u krijgt straks bezoek. Hier komt Amelia. Storm, je kunt niet voorzichtig genoeg zijn, die zal nog de 2 laten gaan, hoor. Ja, ik hoor, en ik had ik koop alles op bij Nico Kort. Ik breng alles mee wat ze hebben, koeken en alles wat je maar wilt. Bij mij begint er een belletje. Mevrouw, die moet wel niet op, Nietje. Ik ben de eitjes. Ik kan alles vergeten, kom verder, weg. Tot straks. Ik kom bij wie, kom komen. Hallo. Ik hoop wel. Daar moet je mee oppassen, mevrouw Amelia. Ik heb wel eens die gekend die over de klokken liggen. Even opkamer. Ik hoop, nee. Jij blijft hier. En jij zorgt voor de avondmaal. Dan was het alleen voor de puring van beste zat. Hoe hebben we dan beste zat gekocht? Maar waarom nou, komt John Hilton van? Een snoepen zonder ogen. Niet alleen lekker, maar ook nog gezond. Hè? Ik kijk dan wel de tafel hier. Want in de eetzaal is het veel te koud. Of ben je nou niet meer aan de wilde woning misschien? Ik moet weg. Anders zie ik straks het verschil niet meer tussen het kruid en een evenze wijn. Ik krijg je land. Waar vind ik je land? Er is de hand achter de... Hoe weet jij dat wel? Passeren. Dat vertelde je toch. Ja, hoe was het de land bewaren hier? Hè? Maar wat die verborgen schat zich bevindt, hè? Daar hebben ze het raden naar. En tot straks, ik ben er weer weg, tot straks. Wat denk jij van de gast?
die kaarsen aan. Kom de sfeer. Ik ben er wel romantisch. Het is iets wat er van jou niet kan zien. Maar als het klopt, dan moet je wel een vader. Als je niet van zin bent te eten, waarom denk je dat? Zij, jij ontvangt de heer Pistols zoals het hoort. De familiestreders, maar het was de heugelijkste nacht uit zijn leven. 1 en 2. Jij zegt dingen die mij tot nadenken. Om het heel eenvoudig. Lieve dames, doe geen moeite. Een pudding volstaan. Nee!
Thank you.
zwart zijn als de dag, zo zoet als de zonde, en zo heet als de vrouw. Oh! Help me!
Kitty is zich in de koets aan het uitkleden. Aan het uitkleden. En dan heeft ze niet graag dat iemand kijkt. Dat verandert de zaak van gedeelte. Haar veiligheid kan boven alles. Dus de haakjes. Heeft er iemand de professor gezien? Nu net zegt, als hij maar niet verloren is verlopen. Dat zit vast nog. Niemand broert dat ik druk ben. Daar is gaan we lachen. Bij wie is het begonnen? Om. En dat was ruzie. Wachter Berlijn kwam binnen en ik heb hem op je gezicht gekomen. Ziet u zelf de dikke buik wat zo'n vrouw niet meer. Wat met de ene kant doen, ben ik niet? Ik haal haar op, ze weet veel leeg ook. Heel lekker. Maar ik heb je toch zoveel geld niet? Heel veel geld op gaat. Is je vrouw Amelia er overgeet? Wel dood, we hebben niks meer. Wat kocht je? Ja, wel op, dat begint mij ook stilaan te interesseren. Dat moet je maar aan Kitty vragen. Veel dank, mooie kleed. En minstens voor 5000 frank boeken. Ik ben alles begonnen en zij zal het buiten spelen. Daar zeker dat. En dan onze nieuwe gast die al die wat voor die partij. Ja. Moet jij dat zien? En wat heb jij op je lijf gestikken? Wil ik iedereen eens vooraf gaan, dat liep nu niet meer aan. Hé, jou, kan het precies allemaal niet op? Wie met allemaal die dure spullen? Zeg eens, doe jij ook nog zoals die idioot daar? Volgens hem gaf ik al dat geld. Als je dan toch wilt weten, juffrouw Amelia, die wordt een dukje geparkeerd. Zeg mij de waarheid. Is hier dan niemand meer normaal? Ik? En heb je de dag gesproken? Zeg dan dat ik weg ben. Iedereen zitten. Zitten en zwijgen. Hallo? Wel, ik ga van niks zorgen. Moest de professor komen, laat dan een gil. Ik ben fijn. Ik gil. Gooi wat hout op het vuur. Is toevaart dood? Is toevaart ook? Daar ben je bij. Onder ons, we durven zich niet op de naam. Het had veel erger kunnen zijn. Ik ben bang. Ik zie graag in dat film, dat kan ook interessant zijn. Hè? Maar toch is het feit van onze Loebop. De pakkoling weet. Geen hek kon ik tenminste vertrouwen. Ik denk dat ik er de politie ga meehalen. Dit moet opgelost worden. En als ze mij komen halen, en ik ben weg. Dat sla ik op de politie. Doe dat, jongen. Ondertussen ga ik eens kijken of onze nieuwe gast het is weggezien. Jij blijft hier. Zitten en wachten tot Guus en Mossel. Guus? Zo'n geschoolde man. Hij doet een ordinaire naam. Maar zo is ook een stof. Ik ga eens kijken. Oh, zo thuis. Dat is waar. Daar zal iemand in die kelder. De sleutel steekt aan de binnenkant van het slot daarop. Wat blijft juist? Ik moet. Gaat, doe
weet ik. Hij is in de hoop. Wat is het? Wie viel me daar? Daar, daar. Kijk maar toch. Daar zit iemand. En die idioot zegt dat het meneer Jean is. Die zie meneer Jean tot alles in staat. Maar ik denk dat u nu toch wel een beetje te ver gaan vallen, twee. Inderdaad. Dat was een steek op het voor. Heeft die kelder nog een uitgang? Via de wijnkelder kan je naar deze kelder. Maar dat is van de enige ingang. Verdorie! Hij is op. Gelassen zeg. Eindelijk iemand met gezonde ogen. Zeg me hoe je je kleedt en ik zeg me wie je bent. Zij me moeder altijd. Mijn vader is altijd. Ik word zat. Loop hier mijn woorden maar om. Ik durf er weer alleen naar boven. Er gebeuren hier eigenaardige dingen. Ik word tijd dat ik me goed bij mijn woorden val. Ja, ja. En goed, die steekt toch niks in haar kop, maar die steekt alles in haar uur. Maar als dit het goed is, hè, dan zit er op dit moment iemand in de kelder en we weten niet wie. Prima, meisje. Ook ik breek mijn hoofd over de identiteit van de kelder. Wat? Is de sleutel al aangezoekt? Wacht eens. Ik heb hem. De sleutel is verdwenen op de dag van ons begraaf. Oh, ik krijg het binnen. Ik moet binnen. Nog even. Ik zal horen dat we vanavond allemaal vroeg gaan slaan. Iedereen sluit het kamer af. Niemand komt eruit wanneer ik het verhaal geef. Ik krijg de wacht op. Als iets is, direct gelukkig. Yeah.
Kitty, Oliver, you must have been in the house.
die dieren. Ook de rug en voor goed.